Peneleh, midden in de drukke industriestad Surabaya. Officieel is het een Europese begraafplaats. Naar schatting 15.000 mensen liggen hier begraven, grotendeels Nederlanders. In de stad wonen veel mensen die op zoek zijn naar ruimte. In de loop der jaren hebben die ook bezit genomen van de begraafplaats. De gemeente Surabaya wil nu planologische maatregelen nemen om de situatie in goede banen te leiden. Dari sisi ruang ruang publik yang diperlukan untuk kawasan perumahan, kalau misalnya kita tidak melakukan upaya-upaya pemenahan, revitalisasi dari makam ini, ya akhirnya tujuan kita untuk bisa mengoptimalkan ini nggak ada, tidak bisa tercapai. Di satu sisi, kalau kita membongkar makam Peneleh ini, itu kan bisa mempunyai mempunyai nilai yang cukup tinggi sebagai identitas dan karakter bagaimana sejarah kota Surabaya ini berjalan pada zaman dulu. Apapun yang dilakukan di kota itu pembangunannya kan harus punya banyak sisi, salah satunya kan estetika. Dan yang bisa menampilkan estetika ini biasanya kan arsitek. Jadi kalau misalnya kita buat makam, ya semua bisa buat makam. Ya lapangan digali, masukkan jenazah, dikubur. Tapi mungkin jadinya tidak estetis, kotanya jadi jelek. Jadi sebenarnya melibatkan arsitek itu menjamin bahwa kotanya itu akan tetap cantik, indah gitu ya. Walaupun fungsi-fungsi utamanya tetap. Satunya adalah bagaimana cara kita bernegosiasi kepada masyarakat agar pengembangan bangunan cagar budaya yang ada bisa dimanfaatkan lebih optimal. Nah, demikian juga dengan yang ada di makam Peneleh. Makam Peneleh tidak seperti kita mengembangkan bangunan. Kalau bangunan saja hanya itu saja, maka kita akan mudah, hanya satu objek saja. Tetapi kita lihat di makam Peneleh itu kita memiliki banyak objek. Kemudian dia lokasinya membuat dia spesifik. Jadi dia ada di sekitar itu ada perkampungan. Sementara situsnya itu besarnya juga 5 hektar. Jadi pasti banyak hal yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati pada saat kita mengembangkan konservasi makam Peneleh ke depan. Het is de tweede keer dat hij voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed naar Surabaya gaat. Hans Versnel, 74. Hij woont in Utrecht, maar is geboren in Indonesië. Hij zag in de loop der jaren hoe het klimaat en de tijd langzaam afrekenden met de begraafplaats Peneleh in Surabaya. Zijn oma ligt er begraven. Midden in de drukke industriestad Surabaya. Officieel is het een Europese begraafplaats. Naar schatting 15.000 mensen liggen hier begraven, grotendeels Nederlanders. De oma van Hans is een van hen. Hans Versnel is hier samen met Leon Bok. Bok is funeroloog. Er zijn weinig Nederlanders die zoveel van begraafplaatsen weten als hij. Ze zijn hier op verzoek van de gemeente Surabaya, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Doel, een inventarisatie maken van de begraafplaats. Ook Leon is hier niet voor het eerst. De begraafplaats is in zeer slechte staat, maar inmiddels is hij aan dat idee gewend. Ik moet
je eerlijk zeggen dat de eerste keer dat ik hier kwam, dat ik echt gewoon, ja, ik kon het niet bevatten. Ik heb honderden begraafplaatsen bezocht en ik tref wel eens een dier op een begraafplaats, maar ja, hier lopen de geiten over de grafmonumenten. Maar uiteindelijk heb ik zoiets van, ja, als je ziet hoe de mensen uit de kampong inderdaad met een laddertje over de muur heen klimmen en alleen hier lekker rustig iets kunnen gaan doen, dan denk je van ja, dit heeft hier al meer dan 150, 160, 170 jaar gelegen. Nou, dan moeten de Indonesiërs het zelf maar bepalen wat ze ermee doen. De twee mannen willen redden wat er nog te redden valt, want bijna alles is kapot hier. Bijna alle graven zijn afgebrokkeld en vergaan in de loop der jaren. Sommige zijn zelfs geschonden. Ik ben hier natuurlijk vaker geweest op Peneleh. Maar ik heb van het begin af aan dat ik hier kwam niet geweten dat mijn grootmoeder hier begraven ligt. En dat houdt in feite in dat ik bij verrassing ontdekte dat zij hier zat. En dat ik in de administratieboeken, die helemaal uit elkaar lagen, hier gevraagd heb van als ik nou wil weten of hier een versnel ligt. Hoe kom ik dat dan te weten? Op deze foto is te zien hoe het graf er vroeger uitzag. Johanna Carolina Versnel van Wieringen, overleden te Surabaya in 1899. En in deze verste uithoek is dit het graf van mijn grootmoeder, bleek. Op dit ding daar lag nog een marmeren plaat. En daar stond het op, Johanna Versnel, geboren van Wieringen. Ik vond het wel iets bijzonders dat ik haar, dat zij dan hier lag en dat ik dat graf gevonden had. Ik kan in ieder geval de twee grootmoeders van mij kan ik dus traceren. Eentje van mijn moederszijde, die ligt in Dordrecht begraven en uiteindelijk mijn grootmoeder van vaderszijde. Hans, Leon en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben op verzoek van de gemeente Surabaya een workshop opgezet om studenten te leren inventariseren. Dit zijn allemaal studenten van het ITS, het Instituut Teknologi Sepuluh, een opleiding in Surabaya. Ze worden ingezet om de verdere inventarisatie uit te voeren. Daarna moet worden gekeken wat de beste aanpak is voor de toekomst van de begraafplaats. De begraafplaats werd geopend in 1847 en deed dienst tot 1916. Er liggen Nederlanders in alle rangen en standen. Bekende namen zijn Pieter Maat, resident van Surabaya, en Merkus, de gouverneur-generaal. We hebben vorig jaar hebben we een lijst gekregen van de hele begraafplaats. Alle namen die er waren, die hier begraven zijn, bijna 15.000. Dat verraste mij heel erg, dat ze inderdaad die boeken, de oude boeken van de Nederlanders, dat ze die dus inderdaad gedigitaliseerd hadden. En ja, je gaat daar met zo'n lijst naar huis en je gaat thuis kijken en ja, dan zie je dat er nog wel wat te verbeteren valt. Maar een van de adviezen vorig jaar toen we hier waren was onder andere van nou, er moet eigenlijk een bredere inventarisatie plaatsvinden naar wat voor grafmonumenten liggen hier nou eigenlijk, wie zijn de mensen die hier liggen en ja, hoe zou je ermee om willen gaan? Nou, daar hebben we dit jaar een min of meer een database voor samengesteld. We hebben met studenten hebben we eigenlijk een soort typologie van de monumenten hebben we afgesproken. Er ligt bijvoorbeeld Oanes Kurkdjian. Als je hier in Surabaya een hotel binnenloopt of een belangrijk gebouw, daar hangen altijd foto's van hem aan de muur. En dan zie je dan mooi een kleine schriftje eronder, Oanes Kurkdjian of Atelier Kurkdjian. Nou, hij ligt hier begraven. Zijn graf, nou, dat is niet al te best meer. En je zou het graf zou je als nou ja, gemiddeld, dus niet al te beste staat meer, zou je die beoordelen. Maar ja, Oanes Kurkdjian zelf is wel heel erg bekend. Als je met een puntensysteem werkt, waarbij 1 staat voor, was eigenlijk onbelangrijk. 2 van, nou ja goed, die heeft wel iets betekend hier. En 3, de Pietermaats, de Merkussen, die zijn belangrijk. Ja, dan krijgt, ondanks dat het grafmonument in slechte staat verkeert, krijgt Kurkdjian toch een 3. Ja. En voor later betekent dat je bij wijze van spreken, als je een overzicht maakt van al die 3'en,
dat je dan weet van aha, daar liggen mijn belangrijkste, mijn pijlers van de begraafplaats als het ware. Zo komt het verleden hier tot leven, maar tegelijkertijd is er voor de bewoners de harde realiteit van alle dag. Armoede, werkloosheid, wat zal de toekomst hen bieden? En die begraafplaats, ach, dat is voor hen primair een plek om te leven. Is afgesloten met een groot hangslot, maar aan alle kanten hebben de bewoners zelf mogelijkheden gecreëerd om het terrein te betreden. Op zoek naar ruimte, want de wijk om de begraafplaats heen barst uit zijn voegen. Er staan zelfs huisjes op de begraafplaats. Indonesiërs hebben vaak een zekere angst voor hun doden. Veel passanten verhalen ook over de geesten die ze hier hebben gezien. Ja, kau hantu ya, semua ada lah ini tempat makam. Tapi yang sering ini, biarawati itu yang sering. Kayak ada bunyi orang jalan bok. Ya sering dulu, kalau saya masih kecil itu sering kelihatan orang. Maksudnya itu iring-iringan apa itu seperti pastur gitu, terus ada yang nangis, apa itu. Waktu saya masih muda lah. Maar hoe komt het dan dat ze nog steeds op deze begraafplaats durven te wonen? Bedanya kalau misalkan di makam Indonesia, mereka takut karena seolah-olah ada hantu atau spirit yang diajarkan oleh orang tua mereka sejak kecil. Nah, kalau dengan makam-makam yang orang asing, seperti orang Cina atau orang Belanda atau manapun, itu mereka tidak takut kebanyakan. Karena orang-orang kampung itu biasanya jarang sekali diajarkan oleh orang tua mereka untuk takut datang ke makam-makam yang seperti itu. Jones Rossi is afstammeling van een bekende figuur in Surabaya, Johannes Frederik Polak. Er is zelfs een gedeelte van de aangrenzende wijk naar hem vernoemd. In het register van de begraafplaats vindt ze meerdere familieleden met de achternaam Polak, die hier moeten liggen. Ze heeft de juiste nummers van de graven en gaat samen met een vriendin op zoek. Maar als ze bij de stenen komt, blijken veel graven tot onherkenbaarheid vervallen. Hier ligt Elisabeth Catharina Francina Polak. Hier zijn al twee gaten. Van vroeger heb ik gehoord van mijn moeder dat het mooie graven zijn. Maar om zo te zien is al te erg, hè? Ja, ik kan niet tegen. De begraafplaats is dus geheel geïntegreerd in het drukke leven in de stad. Je ziet er zelfs dit. Zowel de autoriteiten in Surabaya als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed accepteren dat de begraafplaats in zijn huidige omvang niet behouden kan worden. Het doel is nu om op zijn minst een deel van de begraafplaats te bewaren voor de toekomst. Belangrijke elementen als de ingang en het knekelhuisje vallen hieronder. De gemeente Surabaya werkt nu aan een plan voor de herinrichting van de begraafplaats. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert hierbij. In de buurt van de toegang, daar zouden monumenten bewaard kunnen blijven, zodat mensen het idee krijgen van aha, zo was het dus hier vroeger. En dan gaat een groot gedeelte, waarschijnlijk meer dan de helft, gaat gewoon verdwijnen. Als het ook aan mij ligt eigenlijk, want ja, de rest valt niet te onderhouden. Als je hier over 50 jaar komt, is het één grote puinhoop, dat wil je niet. Dari
bangunan-bangunan yang ada itu sebagian akan kita hilangkan. Maksudnya kita bongkar, tetapi bangunan-bangunan tertentu yang dia punya nilai sejarah tetap kita pertahankan beberapa bagian. Nah, terus kemudian untuk mengenang jenazah-jenazah atau orang-orang yang pernah dimakamkan di situ, kita akan buatkan semacam relief yang menuliskan nama-nama siapa saja yang dimakamkan di situ. The lift nog meer hieronder. Nou, als het de begraafplaats opgeruimd gaat worden in sommige stukken, dan denk ik dat ik toestemming geef om dit op te ruimen. Ja. Maar ik laat die grafstenen, daar heb ik wel mooie foto's van, die laat ik opnieuw maken en die wil ik dan wel ergens anders aangebracht zien. Maar meer hoeft er niet, want de rest weet ik niet.